en welkom bij de Miss Natural Talk Show. Het is de week van de vruchtbaarheid van 4 tot 10 november, waarin we aandacht geven aan vruchtbaarheidsproblemen, maar ook aan de preconceptiefase. En de preconceptiefase is de fase voordat je zwanger wordt, want het is echt enorm belangrijk om je lichaam, beide, man en vrouw, optimaal voor te bereiden op een gezonde, natuurlijke zwangerschap. Of als je in het medisch traject zit, om een zwangerschap daarin te ondersteunen met de best mogelijke hulp die je daarbij kunt krijgen. Dus je mag weten dat je niet afhankelijk bent van alleen de medische wereld, maar dat je ook het heft in eigen hand kunt nemen en zelf stappen kunt zetten om je natuurlijke vruchtbaarheid een boost te geven. En dan zowel ook voor de man als voor de vrouw. En we hebben daar een heel mooi magazine ook voor gemaakt, voor de Week van de Vruchtbaarheid. Ik zal het even in beeld brengen. Mijn naam is Eva van Zeeland en ik ben eigenaar van Miss Natural Lifestyle en ik inspireer graag mensen over bewustwording en dat je weer gaat leren luisteren naar je lichaam, zodat je ook daarom bewuste keuze kunt maken. En in dit 52 pagina tellende magazine vind je ook heel veel tips en adviezen om je natuurlijke vruchtbaarheid te verbeteren. Je kunt hem gratis downloaden via missnatural.nl/magazine. Ik zal het even delen ook nog in beeld. En dat probeer ik dan nu. En dat lukt dus niet. Maar ga maar naar missnatural.nl/magazine. Daar kun je hem vinden. Ah, ik weet al wat het was. Vandaag ga ik in gesprek met Melanie. Melanie is gespecialiseerd in acupunctuur. En acupunctuur kan zeker ook een bijdrage leveren aan jouw vruchtbaarheid. Ik zal even de professionals nu in beeld brengen. Dus dit zijn alle professionals met wie we de Week van de Vruchtbaarheid mogelijk maken. Dus elke dag ben ik live in gesprek met een van deze dames. Die allemaal heel veel ervaring hebben op het gebied van kinderwens, onvervulde kinderwens. En jou daarbij kunnen helpen. Ik zit even te kijken of ik nou, ja, ik kan toch nog even dat magazine in beeld brengen, zie ik hier. Even zien met het linkje, dus waar je die kunt downloaden. Ja, missnatural.nl. Dus een hele week vol inspiratie en bewustwording. En ik ga Melanie daar nu ook bij halen. Zij zal nu naar boven komen in deze show naast mij in beeld. Welkom Melanie Peters. Yes. Ik zal even je naam in beeld brengen. Hoe is het, Melanie? Hartstikke goed. Leuk om vandaag met je in gesprek te gaan. Ja, en als je nu zit te kijken, laat even weten of we goed te horen en te zien zijn. Dat kun je doen door een duimpje te geven of een hartje. Maar ik zie dat het wel op deze manier goed werkt. Ik zal zelf ook even een reactie achterlaten. Dan kun je zien waar dat gebeurt. Dus dat doe ik nu. En Melanie, hoe ben jij eigenlijk terechtgekomen in het vak acupunctuur en je hebt traditionele geneeskunde gestudeerd. Ja. Waar ontstond bij jou de passie? Want volgens mij hadden we eerst dezelfde carrière. Ja. Dat hadden we een verleden. Ik was marketingmanager en had een drukke baan, maar ook gezondheidsklachten. Begin 30 begon dat een beetje. En het was van een beetje, als je het hebt dan over signalen van je lichaam, tot op een gegeven moment dat ik zo'n pijn in mijn buik had, dat ik eigenlijk heel vaak koliekpijnen had, dus echt helemaal krom lag, weinig kon eten. Nou, dan ga je medische circuiten, je wordt binnenste buiten gekeerd en ik kreeg het label prikkelbare darm en leerde maar mee leven. En ja, dat was voor mij gewoon niet genoeg, want dan merk je gewoon dat je niet meer de dingen kunt doen waar je blij van wordt. En toen ben ik bij een acupuncturist terechtgekomen en die heeft me echt super geholpen. Natuurlijk heb ik ook dingen aangepast in stresslevel. Ik ben van baan geswitcht, ben van manager, MD-lid naar vakinhoudelijk marketeer gegaan. Voeding aangepast, dus ik heb zeker zelf ook wat gedaan. Maar ik werd zo nieuwsgierig en ben er meer over gaan lezen, de opleiding gaan volgen. En eigenlijk vanaf dag 1 ontzettend verliefd geworden op het vak. Omdat het eigenlijk heel vaak zo, het is een natuurwetenschap eigenlijk. Het duikt meer op de natuur. Het is zo vanzelfsprekend dat het ook heel makkelijk toepasbaar is. En ook wat dan in het magazine staat over de koude baarmoeder. Ja, eigenlijk denk je, heel logisch. Ja, daar gaan we het zo over hebben inderdaad. Over de tips voor een waarom het belangrijk is überhaupt om een warme baarmoeder te hebben. En welke tips je nu direct als je zit te kijken ook kunt gaan toepassen. Nou, mocht je vragen hebben voor Melanie of voor mij, zet ze in de comments. Dat kun je gewoon hier onder deze video doen. Ook als je deze video later terugkijkt, kun je nog steeds een vraag stellen. En dan zal Melanie of ik deze voor jou beantwoorden. Dus schroom niet om je vragen te stellen. En
Dus we gaan het hebben over inderdaad waarom het zo belangrijk is om een warme baarmoeder te hebben voor jouw vruchtbaarheid. Het nestje waar jouw kindje mag gaan groeien. Dus dat is wel eigenlijk wel best wel logisch dat je daar dan ook aandacht aan besteedt. Dat je vanuit je hoofd meer naar je buik mag gaan en daar aandacht aan te besteden. Hoe ben je zelf opgegroeid, Melanie, met voeding en eten? Want je zegt, ik heb mijn eten aangepast. Ja. Hoe ben je vanuit huis daarmee? Ik ben op zich opgevoed met goede voeding, maar ben op kamers gegaan en vanaf toen is het ook echt wel bergaf gegaan. Als ik nu de kennis van nu kijk terug, de Albert Heijn kokende stoommaaltijden waren favoriet. Lekker makkelijk als je 10 uur op een dag had gewerkt. Even ping. Naar ping doe ik eigenlijk nooit meer, de magnetron. Magnetron de deur uit, ja. Dus heb je nu nog een magnetron, hup, de deur uit, die magnetron. En sowieso als je het in plastic hebt, die ping, dan zit er zo'n... Ja, dat is een stoommaaltijd bedoel je dan. Ja, maar de plastic en al in de magnetron verwarmd. Ja, dat zijn allemaal hormoonverstorende stoffen. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. En dat is plastic, dat komt in je eten en dat ga je opeten. En bovendien, ja, je magnetron verwarmt het eten zo dat er ook geen bruikbare vitamine en mineralen meer in zitten. Dus, maar ja, je dacht, ik ben gezond bezig, want er zat wel groente in natuurlijk. En dus daar ben je dan niet bewust van, dat snap ik. Ja, dat bijvoorbeeld zuivel heb ik bijna helemaal uit mijn menu geschrapt. Omdat ik dat gewoon heel slecht kan verdragen. En ik, ja, het is ook heel erg slijmvormend, hè, zuivelproducten. Ja. En, ik, en koud, hè? Koud denk ik ook koud. Voor de baarmoeder. Hè? Ja. Ja. Ik beperk vlees en als ik vlees eet, eet ik goed vlees. Ben ook ik zelf in de twijfel, maar zou ik er helemaal mee zijn of niet. Maar zover, ik meer om wat? Ja. Om helemaal met vlees en vis te stoppen. Dus om wat meer echt vegetarisch te gaan eten. Maar zover, ik denk dat je daar... Wat zijn jouw gedachten daarbij? Waarom dan? Want ik doe dat niet. Ik ben flexitariër. Ik eet wel vlees en vis, maar wel biologisch. Mijn gedachte is dat, puur vanuit milieuoverweging, dat ik denk, het is eigenlijk beter voor deze planeet als we minder vlees eten. Nou, eet ik al niet zoveel vlees, maar ik zou... best wel willen kijken, van, kan ik daar nog een stukje minder in doen? Maar dat vind ik wel... Ja, maar wat mensen niet moeten vergeten, want heel veel veganisten, die zijn echt niet gezond als je daarbij niet... Weet je, als je geen voedingssupplementen erbij gebruikt, dan heb je echt wel tekorten. En dus dat wordt een nieuwe trend, denk ik, die eraan komt van alle mensen die bijvoorbeeld veganist zijn geworden, of extreem vegetariër. Dat die toch wel tekorten hebben. En je kunt het wel opvangen door supplementen te gebruiken. Maar daar zit ook geen energie in. Die key is ook weg. Want het is ook geen levend voedsel, een supplement. Wat ik zelf in ieder geval heel helpend vind, is zeg maar het bottenbouillon. Dat zie je, dat sterkt in ieder geval heel goed op dit niveau. En als je, kijk, dat is dan in ieder geval vaak in ieder geval van restafval. Maar het speelt voor mij niet in mijn gedachten. Maar ik denk dat ik qua voeding... ik eet veelzijdig, zoveel mogelijk van het seizoen, veel groente, beperkt koolhydraten, niet heel veel, maar ook niet, ik schrap ze ook niet uit het menu. En ik denk dat voeding iets heel erg persoonlijks is, dat je ook weer moet gaan leren voelen van wat is goed voor jou. We zijn eigenlijk... Ja, dat kan je niet geschikt voor iedereen, nee. Ja, we zijn kwijt wat... wat goede voeding is, kook weer, roer in die pan, bereid voor. Ook dat is energie. Met gewoon goed voor jezelf zorgen op dat stukje. En met liefde inderdaad bereiden, hè? Dat is zeker ook belangrijk. Hey, dus jouw verhaal is inderdaad ook te lezen in Miss Natural Magazine. Hè? Dus daar zijn ook de tips voor de koude baarmoeder te vinden. Dus mocht je dat magazine nog niet hebben, dan is die gratis te downloaden via missnatural.nl/magazine. Ik zal hem even in beeld brengen, dan heb je daar ook een beeld bij. Even kijken hoe we hem leuk kunnen switchen. Dat we... Yes, kijk, zo ziet hij er mooi uit. En even naar het magazine toe inderdaad, want dan vertel je over... de koude baarmoeder. Wat is een koude baarmoeder? Ja, en hoe kom je erachter dat je er eentje hebt? Wat zijn nou de signalen, de symptomen van een koude baarmoeder? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is om de eerste vraag die je stelt van hoe voel je je? Ben je vaak koud? Heb je vaak koude handen, koude voeten? Maar daarbovenop ben je degene die altijd onder een vliesdekentje zit op de bank. Dus zeg maar echt gewoon de eerste stap van heb je het heel vaak koud?
En dat is een eerste teken. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat als je koud bent, je ook heel vaak vermoeid bent, nog geen zin in seks hebt, vaak wat meer plassen. Dus er komen hele andere symptomen ook bij. En het ontstaat vaak door koude voeten. In Chinese geneeskunde zeggen we van, nou, er zijn een paar meridianen die starten bij je voeten. En die lopen door of om je baarmoeder en eierstokken, dus in je bekken. En koude voeten eigenlijk altijd omhoog. Dat is ook, ja, natuurwet. Dus als je hele koude voeten hebt, krijg je ook een koude baarmoeder. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk opgelost. Want die kou die blijft dan vaak ook heel lang zitten. Je ziet vaak bij de pubermeisjes met de korte truitjes, de teenslippertjes die natuurlijk veel mooier eruit zien dan dikke schoenen dichte schoenen met dikke sokken. Dat daar, of met natte haren bijvoorbeeld uit de zwemles naar huis gaan. Kou kan op verschillende manieren in jouw lichaam eigenlijk vast zitten en zakken en daar heel lang blijven. En dan krijg je vaak als meisje de eerste symptomen van, nou, pijnlijke menstruatie, buikpijn, krampen. En wat zie ik dan vaak in de praktijk? Dan wordt niet het probleem opgelost, maar dan wordt de pil voorgeschreven. Dus we doen er een mooi dekentje overheen van, nou, dan zien we het niet. En dan komt de kinderwens, gaat de pil weg en dan heb je dus eigenlijk... Komen alle symptomen weer terug, ja. Al die dus even inderdaad belangrijk, dus ook al heb je dus in je, heb je nu geen kinderwens of zit je als moeder te kijken, je hebt een jonge dochter die al aan het menstrueren is, maar die al klachten heeft, gewoon inderdaad, ook dan is een warme baarmoeder belangrijk, niet alleen bij een kinderwens, zeg je dus. Ja, eigenlijk, want dat is ook een, wat wel heel mooi is, dat was volgens mij vorige week hebben de gynaecologen in Nederland een campagne opgericht voor veel bloedverlies. En veel bloedverlies zien wij ook vaak dat ergens de beginoorzaak een koude baarmoeder was. Ook daar hebben ze vrij grove methodes met de NovaSure, waardoor we gewoon een stuk baarmoederslijmvlies wegbranden. Nou ben ik, weet je, dat is dus een techniek die dan wordt voorgesteld. Nou heb je geen kinderwens meer, maar flinke bloedingen met menstruatie, dan doen we dat. Er zit nog een heel schema voor wat je kan doen voordat je die stap nodig hebt. En dat zie ik ook in de praktijk. Dat er gewoon met menstruatieproblemen nog gewoon zoveel te behalen is. Maar ja, weet je, we denken vaak, ach, pijn, veel bloed. Ja, quick fix. Ja, maar de pil is ook de quick fix. Ja, het is ook simpel en makkelijk. En je bent overal zo waarschijnlijk van af. Maar als je ermee stopt, weer niet. En de pil zorgt ook voor depletie en onttrekking van voedingsstoffen in je lichaam. Dus dan heb je al tekort als je dadelijk gaat stoppen. Dus er zijn inderdaad natuurlijk oplossingen. Nou, goed dat je daar dan inderdaad de mensheid mee helpt om ze daar bewust van te maken. Ja. Want warmte is dus belangrijk voor je om zwanger te worden. En ook om voedingsstoffen op te nemen, dus voor de follikel, zeg je. En na de eisprong stijgt je lichaamstemperatuur om je voor te bereiden op een mogelijke innesteling. Dus het heeft gewoon allemaal daarmee te maken. Dus ook bewust dus contact maken met je baarmoeder. Geef je dat advies ook inderdaad om daar gewoon, ik zeg altijd, als je s'avonds in je bed ligt, gewoon lekker je handen erop en even met bewuste aandacht daarnaartoe. Wat wel een hele mooie oefening is, die is een qigong oefening. Dat is een oefening wat eigenlijk, het is een soort van tak van sport zoals yoga eigenlijk is, maar dan voor in China, dus qigong. En, ja, ik ken het. Ik zal even gaan staan dat je dit stuk hebt van hier tot aan je navel, tot aan je schaambod, het middenstuk. Dat is eigenlijk een energiebaan die super belangrijk is voor je vruchtbaarheid. Dus heel simpel, daar van boven naar beneden drukken, is al een hele mooie oefening. En wat je dan eigenlijk ook... Maar zo, dus gewoon hier drukken zo, ja, van boven naar beneden? Je maakt een en je pakt hem zo op en je gaat zo naar beneden. Dus je drukt zeg maar in het midden. Ja. Gewoon in het midden, tot aan je, zeg maar, waar je BH eindigt. Ja, tot aan je bot daar. Oké, okay. En hoe vaak moet je dat doen dan, Melanie? Een paar keer achter elkaar. En dat, weet je, het is een middel om contact te maken eigenlijk tussen je hart en de baarmoeder. Want dat is ook een connectie die in Chinese geneeskunde heel erg belangrijk is. En eigenlijk is het een andere term wat jij zegt van, oh, we zitten eigenlijk alleen maar hier. En we zakken niet meer genoeg af naar dat bekken en die buik.
En je hart inderdaad, en je hart en je baarmoeder. Maar hier maak ik, kijk, hier zit ik vanaf mijn keel tot aan mijn hart. En dan zou ik dan van mijn hart tot aan mijn baarmoeder ook nog moeten... Ja, dus je gaat naar boven, want dit is een heel erg emotiestuk. Dus je pakt hem hier vanaf het kuiltje, zeg maar, naar je schaambod. En dan kan je telkens... Oh, echt helemaal naar beneden. Oh, oké. Ik dacht dat je bij haar maakt, maar jij gaat inderdaad tot helemaal naar beneden. Ja, okay. Tot aan je schaambod. Dus eigenlijk het hartstuk daar. En dan zit je te kijken, doe even mee. En dan heb je die nu al gedaan. Dit is niet alleen voor je vruchtbaarheid, maar die baan die is ook belangrijk als je in de overgang komt, als jong meisje. Dat is eigenlijk de manier om voor vrouwen om te werken. En nu, als ik gewoon weer mijn levenslust wil activeren, dan doe ik dat ook. Dus dat soort tips geef ik zeker ook mee. Ja. En kun je ook met voeding kun je ook verwarmen? Ja, kijk, heel simpel, we hadden het over de koude voeten. Nou, dan komen de geëikte dingen als een warm voetenbad 's avonds. Wat natuurlijk ook helpt om te dalen met je gedachten. En warme voeten trekt weer omhoog naar je baarmoeder en maakt dat dan weer warm. De dikke sokken in plaats van de panties met pumps of een heel lang in het seizoen met open schoentjes lopen. Het is gewoon beter. Wat je ook bijvoorbeeld ziet, maar dat is als je echt heel erg koud bent, zijn de nierwarmers. Dat zijn dus van holle dekentjes die je op je onderrug kunt doen, onder je ondergoed. En de andere manier om je interne kacheltje zeg maar aan te wakkeren, dat is via voeding. In Chinese geneeskunde vergelijken we onze spijsvertering met een kookpot op vuur. En je kan je voorstellen, je hebt niet alleen de kookpot die belangrijk is, van wat gooi je erin? Dus gooi je er genoeg voldoende gezonde dingen in. Maar als je er alleen maar gezonde dingen in doet en dat vuurtje staat veel te zwak, dan wordt het ook niks. Probeer maar een lekkere soep te koken met de lekkerste ingrediënten, wat gewoon niet warm wordt. Dat smaakt niet. En dus eigenlijk is het ook gewoon heel belangrijk om dat vuur te aan. Ja, om het seizoen te eten. Dus wat ik ook altijd zeg in de zomer, dan is het prima om salades en ga in de winter ook meer verwarmend eten. Maar misschien juist als je een kinderwens hebt, dan in de zomer juist ook nog meer soepen. Want ik zie natuurlijk niet alleen mensen met een kou, ik zie ook andere patronen terug. Want kou is niet, als je bijvoorbeeld heel warm bent, dan adviseer ik dat niet. Want ik zie soms ook hele vastgelopen typetjes die als je hier komen met de oren. Ja, dan zeg ik niet van, neem elke dag... Nee, dan moet dat afkoelen, Ja, dus dan plof je alleen maar meer. Dus dat is wel op maat. Maar heb je het idee van, ik ben altijd heel erg koud en ik ben wat vermoeid. Eigenlijk zijn die twee redenen al genoeg om te gaan starten met warm eten. En inderdaad, warm eten en drinken. En gekookt, opgewarmd, maar ook al voorverwarmd of voor gebakken is al supergoed. Want ik snap ook hoe het leven van de gemiddelde vrouw eruit ziet. Dat is gewoon soms best wel druk. En je kan met alle goede bedoelingen veel willen, maar een pan met soep naar je werk meenemen is best wel lastig. Of je moet het in de magnetron zetten. Gewoon zo'n thermosbeker. Thermos, niet met de pan. Ja. Nee, maar het kan wel, maar je moet even creatief zijn. Hè? Ja, maar stel dat gewoon niet 5 dagen in de week lukt, dan kan je bijvoorbeeld ook een salade maken van warme dingen. Ik bedoel, in plaats van dat je een rauwe wortel eet, kan je hem blancheren. En dan is die, probeer maar zo'n rauw wortel te verteren in plaats van een gekookte wortel, wat bijvoorbeeld wel op kamertemperatuur is. Dat is al een heel verschil. Dat kost gewoon veel minder energie. En dus de bereiding die belangrijk is, maar het is ook belangrijk van, elk voedingsmiddel heeft eigenlijk op zich ook een effect op je lichaam. Het ene verwarmt, het andere koelt. Wat je kan voorstellen is kaneel, als je dat proeft, dat verwarmt. Nu is dat lekker om bijvoorbeeld kaneel met appeltjes 's ochtends warm te maken, omdat dat gewoon lekker warm maakt. Maar een yoghurt smeer je op je gezicht als het verbrand is. En dat doe je niet voor niks, want dat is heel koelend. Dus als je elke dag je bakje yoghurt eet en je hebt koude tekens, dat is gewoon niet handig. Want dan koel je eigenlijk 's ochtends dat je hele spijsvertering en jouw fabriek aan de gang moet. Eigenlijk je systeem al helemaal af. En hetzelfde wat ik ook een heel mooi voorbeeld vind, is de
pers geperste chiderans. Ik zie de sinaasappels alweer liggen richting de winter. Dat doen we dan met het idee van, oh, dan hebben we ons een beetje gestevigd tegen de kou. Dan worden we minder snel verkouden voor onze weerstand. En in China zeggen ze van, nou, een sinaasappel, de schil die neem ik zelf en het sap stuur ik naar mijn ergste vijand. En dat is omdat het gewoon ijs en ijskoud is voor jouw lichaam. Dus als jij vol enthousiasme die sinaasappelsap perst en drinkt en denkt van, oh, een beetje lekker veel vitamine C voor mijn weerstand. Eigenlijk wat je doet is je systeem mega afkoelen en daardoor ben je eigenlijk veel ontvankelijker voor verkoudheid dan dat je gewoon warm en... Je bent gezond bezig, maar dan blijkt dat dus niet zo te zijn. Dan kun je beter die paprika even onder de grill leggen en dan heb je ook vitamine C. Ja. Ik ben niet tegen een glaasje brand, maar doe dat in de zomer als de mutten van het dak vallen. Dan dient je dat. Dan heb je daar wat aan. Ja. En als we weer wat meer voelen van, hey, wat voel ik nou na een maaltijd? Ben ik moe? Ben ik koud? Ben ik warm? Dan leer je ook weer om af te stemmen wat goed voor jou is. Want ik geloof gewoon niet dat er één manier van eten is die voor iedereen gewoon perfect is. We zijn allemaal andere mensen met een andere stofwisseling. Maar leer ook weer met de wetenschap van, ja, weet je, warm, koud, kijken van, ja, wat is goed voor je? Ja. En ademhalingsoefeningen, is dat ook iets wat je meeneemt voor de ademhaling? Die neem ik weinig mee in de praktijk. Nee. Oké. Ik denk even noemen. En dus hoe werkt het met acupunctuur? Want acupunctuur, dan denken mensen, oh, nadels. Naaltjes in mijn lijf. Ja. Dat is toch het eerste waar je aan denkt bij acupunctuur. Ja. Dan gaan ze in mijn lijf lopen prikken. Nou, wat ik altijd wel zeg, nou, het ergste wat je kan voelen is hetzelfde als dat je een wenkbrauwhaar epileert. Dus het is even scherp en dan trekt het ook meteen weg. Maar over het algemeen hoef je er helemaal niks van te voelen. En de meeste vrouwen in mijn praktijk die doen gewoon lekker een lutje als zeg maar de naaldjes geplaatst zijn. En is het heel ontspannen. Je krijgt vaak een lekkere warme lamp op je. Wel of geen muziekje waar je zelf zin hebt. Dus het is eigenlijk vooral ook een rustmoment. En je merkt gewoon, vaak merken vrouwen ook in het lichaam van, hé, er gaat wat stromen of ik voel wat anders. En nu is acupunctuur geen tovermiddel. Weet je, je hebt vaak wat meerdere behandelingen nodig om het aan te zwengelen. Het is dus eigenlijk een hele zachte techniek. En we kennen natuurlijk allemaal de Eva Apeldoorn bij de reclame met die man vol al die naaldjes die met een brandalarm uit het raam moet springen. Dus er wordt natuurlijk heel vaak de draak mee gestoken. En ik vind het zelf ook wel grappig. Maar ja, eigenlijk zijn ze zijn ook heel dun. Ze zijn dunner dan een haar. Dus je kan je voorstellen, probeer maar eens met een haar ergens in te prikken. Hoe werkt het eigenlijk? Dus die naalden, op de meridianen, of hoe moet ik het zien? Ja, je hebt energiebanen en eigenlijk door duizenden jaren heel veel doen, dus eigenlijk uit de praktijk, zijn bepaalde punten voor bijvoorbeeld zwangerschap of kinderwens beter bruikbaar dan andere punten. Dus daar zijn, we hebben heel veel... En waar zitten die punten dan voor kinderwens juist? Heel verschillend. Op die baan hier is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Waar? Op dit? Ja, die baan wat ik net zei. Dus op de onderbuik zitten wat punten die heel belangrijk zijn. Maar ja, we hebben honderden punten tot onze beschikking. En ook dat vergelijk ik altijd een beetje met koken. Je hebt een paar basisingrediënten die je vaker bijpakt. Maar daarna kijk je eigenlijk op maat van wat heeft deze persoon nodig? Dus wat je natuurlijk in een kinderwenstraject wel ook vaak hebt, zijn kalmerende punten voor je hoofd. Daar is deze bijvoorbeeld heel erg mooi voor. Die zit tussen de wenkbrauwen. We hebben ook een punt in de oren en dat heet Shunmun. En daar doen we vaak een plakkertje met een naaldje op, zodat het een paar dagen blijft zitten. Dat is bijvoorbeeld rondom wachtweken een heel fijn punt om te gebruiken. En zo heb je ook de spijsvertering ondersteunen, wat natuurlijk ook belangrijk is. Maar ook punten die je oerenergie aanvullen. En die oerenergie heb je eigenlijk wel heel hard nodig om een kindje te kunnen verwekken.
Ja, dus we moeten weer oerenergie krijgen. Ja, het is eigenlijk een scala aan punten. En dat is ook het mooie van Chinese geneeskunde. Je maakt eigenlijk altijd een behandeling op maat. En dat is fijn. Ja, want er is altijd iedereen heeft een ander onderliggend gezondheidsprobleem waarom ze niet zwanger worden. Dus je kunt ook niet één hapklare aanbieding doen daarin. En natuurlijk wel een paar van die algemene punten. Maar als iemand inderdaad merkt dat je dat bijvoorbeeld iets met de darm is, of juist de schildklier, of dan ga je daar ook meer aandacht aan besteden. Hè? Dus je doet een uitgebreide amnese vragenlijst voordat iemand binnenkomt, zodat je echt weet wat de hele geschiedenis is. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Ik zeg altijd, we gaan natuurlijk van Sherlock Holmes op zoek naar alles wat er speelt. Dus ik vraag echt van, hoe ziet je menstruatiebloed er precies uit? Hoe begint het? Wat is de eerste dag? Hoe ziet je ontlasting eruit? Kijk eens weer wat vaker achterom als je naar het toilet bent geweest. Al dat soort dingen zijn indicaties. En wat heel bijzonder is, dat vaak heb je een waslijst aan dingetjes of aan signalen die misschien helemaal niet bij elkaar horen te lijken, maar voor een acupuncturist vallen die dan bijvoorbeeld onder hetzelfde noemertje. Bijvoorbeeld, weinig zin in seks is dus voor ons een indicator voor een koude baarmoeder bijvoorbeeld. Terwijl dat niet altijd aan elkaar gekoppeld wordt. En waar we altijd mee beginnen is, en dat schrijf ik ook in het magazine, is gewoon je cyclus op orde maken. Dus nourish the soil before planting the seed. Je wil die aarde, wil je eigenlijk voorbereiden, want je kan niet door alleen maar achterover te leunen en naar je tuin te kijken, verwachten dat die prachtig in bloei komt. Nee, dan ga je ook schoffelen. Je hebt de balkon die je eroverheen doet. Je haalt wat onkruid weg. Dus je moet eigenlijk van tevoren al van alles doen voordat er opeens iets heel moois gaat bloeien. En en die voorbereidingstijd waar jij ook vaak over praat, die preconceptiefase, die zien we in Chinese geneeskunde ook als echt heel belangrijk. Nu merk ik in de praktijk dat soms wat gaat klemmen, maar goed je cyclus in kaart. Ja, want we hebben geen tijd, Melanie. We hebben echt geen tijd. Nee. Moet dat, allemaal nog voor gisteren. Ja, en je lichaam aanpassen kost gewoon tijd. Als je je voeding aanpast, dan heb je daar ook niet morgen meteen resultaat van. Dat heeft even tijd nodig. En ook bijvoorbeeld de cyclus in kaart brengen met temperaturen. Dat is iets wat in ieder geval de gespecialiseerde acupuncturisten altijd doen. Is vragen van, meet 's ochtends voordat je ook maar iets gaat doen, je partner knuffelen naar het toilet, de temperatuur. En daar kan je dus ook heel goed zien van, zitten er rare dingen in? Want wat is een goede temperatuur? Ja. Een goede temperatuur is in de eerste fase, als je de cyclus hebt, je hebt tot de ijsprong, van menstruatie tot ijsprong, bij voorkeur zo rond de 36,2. En dan maakt hij soms een knikje en dan gaat hij omhoog. Hij moet ook echt omhoog gaan bij de ijsprong. En dan is 36,8 minimaal een hele mooie temperatuur om een goede omgeving voor een innesteling te krijgen. En bij een koude baarmoeder is dat tweede stuk temperatuur helemaal niet omhoog gaat, dus gewoon koud blijft. Of dat je rondom het innestelmoment een ontzettende zwieper naar beneden krijgt, wat natuurlijk ook niet handig is. Of je hebt de hele temperatuur veel te koud, dus dat geeft ook wel inzicht. Maar wat bijvoorbeeld zo'n temperatuurtabel, als je dit ziet, zo'n zaagtand, kan je nog zo zeggen dat je geen stress hebt, maar dat heb je echt. Je lichaam heeft dan stress. Dat is bijvoorbeeld een hele mooie indicator van. Want dat moeten mensen ook weten. Dat je kunt stress hebben van, ik ben druk, ik heb druk op mijn werk of familieproblemen. Dat is stress, maar je hebt ook nutriëntenstress. Dus dat je letterlijk tekorten hebt in je lichaam. Of toxische stress, dat je belast bent met toxische stoffen vanuit je omgeving. Dus dat zijn meerdere vormen van stress. Overleven gaat altijd voor planting. Zo is je lichaam helemaal geprogrammeerd. En de moderne beren waar we voor vluchten, dat is de hypotheek, dat is je schoonmoeder, dat zijn allemaal andere dingen dan die niet levensbedreigend zijn, maar zo wordt het wel ervaren door je lichaam. Ja, absoluut. En wat we bijvoorbeeld ook... Niet mijn schoonmoeder.
Heb je bijvoorbeeld ja, een ideale cyclus is 28 dagen, een ideale ijsprong zit rond dag 14. Wat ik ook soms wel zie bij die te koude baarmoeder, is dat tweede stuk gewoon maar 8 dagen is, bijvoorbeeld na de ijsprong. Ja, dan heb je gewoon veel te weinig, dan is jouw gele lichaam gewoon te zwak. En dan, ja, dus dat geeft allemaal eigenlijk aanleiding om aan te werken. Wat je dan doet is vaak de eerste maand elke week behandelen met acupunctuur. En dan stem je het ook af op de cyclus. Want we zijn als vrouwen ook gewoon vergeten hoe een cyclus werkt. Dat als je menstruatie hebt, dat het dan prima is om lekker op de bank te zitten, in je schulp, even niks aan je hoofd. Kom bij. Vroeger gingen ze inderdaad met z'n allen naar de rode tent. En het was niet voor niks. Het was een moment om even op te laden, even bij jezelf te zijn. Je lichaam is druk. Nou, daarna dan. Ja, we zouden gewoon menstruatiewerktijden moeten hebben, dat je dat ook gewoon zo mag indelen. Van nou, deze 3 dagen doe ik het anders. Ik zou echt, als bij een presentatie of zo, zou ik echt rekening houden met, ja, wanneer ben ik gewoon op mijn meest krachtige? En wanneer is... Ben je dat nu wel niet eigenlijk? Want hey, dat was misschien... we hebben dit nu voor de 3e keer. Misschien was het niet je perfecte moment. Hoe zit jij in je cyclus? Maar ja. je was al in de overgang gekomen. Ja, ik was vroeg in de overgang, dus ik heb geen cyclus meer. Maar voel je dan toch nog wel waar je zit in je cyclus als je geen situatie hebt? Ik voel nog steeds wel dat bijvoorbeeld op het moment net voor aan het einde dat een beetje wat opgejaagder, wat meer gespannen. Maar ook momenten dat ik gewoon dicht bij mezelf wil zijn. Maar als je geen cyclus hebt, is het wel lastiger om zeg maar hormonen in kaart te brengen. Dan heb je weer hele andere uitdagingen. Ja, heb je nog een cyclus, dan is het mooi om inderdaad, zeg maar, de dingen die echt actie vragen, nieuwe plannen, om dat na de menstruatie te doen, omdat dan die oestrogeen boost is. En je eigenlijk dan vaak op je allermooiste, allersexies, en dat loopt op zo richting... Ja, ja, het is ook dit plaatje wat ik liet zien. Waar heb je die in staan? Dat je daar gewoon rekening mee houdt. En dit staat ook in het Welkom Baby boekje, de journal die je gratis kunt krijgen als je even meedoet met het kinderwensonderzoek. missnatcher.nl/kinderwens. Leuke inspirerende opdracht om samen te maken met je partner als verwelkoming voor je baby. Ja, maar dat klopt. En zo leven we helemaal niet. Je gaat je agenda toch niet aanpassen op je menstruatie. Dat wordt dan Ja, en bijvoorbeeld een moeder natuur is ons daar zo makkelijk in. Van wanneer, wat is nou optimaal vrije? Kijk, in het begin stellen met een kinderwens graag nog spontaan vrije. Maar gerichter vrije vergroot wel je kansen. En wat is nou mooi dat moeder natuur daar het vruchtbaar slijm voor heeft uitgevonden. Dat een paar dagen voor die ijsprong krijg je bij voorkeur zo'n rekbaar wit draadje in je onderbroek. En dat is eigenlijk het teken dat je ijsprong draait. En eigenlijk is dat zo van... ga ervoor. Maar ja, dan moet je eerst bekend worden inderdaad met die signalen die je lichaam gewoon letterlijk inderdaad afgeeft. En daar kan je alleen maar achterkomen door dat regelmatig te checken en in verbinding te zijn. Ook met je eigen vagina en baarmoeder. Maar de meeste vrouwen hebben ook geen goede relatie met hun eigen vagina. Sommigen hebben daar zelfs een afkeer van. Die vinden hem niet eens mooi of aantrekkelijk of gekke schaamlippen of wat dan ook. Dus ik denk dat daar het ook begint. Hè, dat je... Inderdaad, connectie met je eigen lichaam. Dat je je eigen lichaam kent. Hè. Pak desnoods een spiegel en kijk naar je vagina, hoe die eruit ziet. En voor mannen is dat wel heel makkelijk. Het hele zaakje hangt erbuiten. Ja. En met een goede reden, zodat die ballen lekker koud blijven. Want die mogen juist weer niet te warm zijn. Maar bij ons, dus is het allemaal van binnen gericht. En dus is het toch een heel ander verhaal. Dus als we daar inderdaad in de jonge fase al aandacht aan kunnen geven. En wat gewoon ook heel mooi is, als dat vruchtbaar slijm er komt, dan krijg je libido of eigenlijk je zin in seks ook een enorme boost. Nou, dat is toch fantastisch dat eigenlijk al gewoon zo werkt. En dan heb je dat tijdje van die boost, hou je hem vast. En op een gegeven moment komt progesteron en dat doet eigenlijk weer een soort van dekentje. En dan wil je ook in die laatste fase van je menstruatie weer een beetje bij jezelf komen. Om ook die... Ja.
ruimte te bieden aan een eventuele innesteling. Ja, ja. Zit je nu te kijken, heb je nog vragen? Stel ze gerust, hè, aan Melanie of aan mij, dan kunnen we die beantwoorden. Ik heb heel even een vraag voor iemand anders. Stel, je hebt, ja, je bent gewoon heel droog. Je hebt droge slijmvliezen, eigenlijk al overal. Dus ook vaginaal slijm is droog. Dus ja, daardoor is de seks ook gewoon pijnlijk en niet prettig. Is dat met acupunctuur ook te... Ja, of wat is daar de oorzaak van? Ja, dat ligt eraan hoe oud diegene is. Wat ik vaak zie in de praktijk is dat dat voorkomt bij ofwel vrouwen die inderdaad richting de overgang gaan. Oestrogeen dan af. Oestrogeen is ook het smeermiddel van ons lichaam. Daarom piepen en kraken vrouwen in de overgang vaak, omdat dan de gewrichten wat... Maar zie je dus ook vaak droge slijmvliezen bij de baarmoeder. Wat ik in ieder geval als tip altijd geef om thuis, want daar kan je met acupunctuur ook wat aan doen. Wat heel erg belangrijk voor deze vrouwen is rust. Neem voldoende rust, want eigenlijk is je inspanning, ontspanning dan wat ontregeld. En wat je kan doen bijvoorbeeld op een dieper niveau om jezelf wat meer te voeden, is inderdaad de bottenbouillon. Omdat dat eigenlijk weer wat vloeistoffen aan je lichaam toevoegt. En Chinees gezien... Bottenbouillon, ja. Voedt dat yin. En yin is eigenlijk, als je het vergelijkt met oestrogeen en progesteron, dan is yin is oestrogeen, yang is progesteron. En ja, dat wil je goed in balans hebben. En een tekort, of eigenlijk te droog, dat is een tekort aan yin. Dus dat, om dat aan te vullen, is inderdaad goede voeding, maar ook voldoende rust. En bottenbouillon... Ja, dat is weer dat mannelijk-vrouwelijke balans, ja. Ja. Een yin-yoga. En bottenbouillon. En hoe maken we bottenbouillon, Melanie? Want dat weet ook niet iedereen. Koop je dat in de winkel, of maak je bot in de pan en water erbij? Ja, bot in de pan, water erbij, aan de kook brengen, het schuiven. Wat voor bot? Een biologisch kipje kluiven en dan die botten... Nou, je kan gewoon een hele biologische kip in de pot gooien. Of biologisch soepvlees, dus merg, mergpijpje, dus runder, een runderbouillon trekken. Dat is wel iets wat heel goed werkt. Er staan heel veel recepten op internet. En als je het lastig vindt, wat ik ook zeg, vraag ook weer eens aan moeder of schoonmoeder hoe zij... Ja, grootmoeders recept voor de botten. Ja, mijn moeder maakt het ook. Die maakt houtduivensoep en al dat soort dingen. Ja, de oude, wat ook wel vaak zegt, de zondagse soep, weet je, die op zaterdag al staat te pruttelen. En die, weet je, leer ook weer die recepten gewoon van je omgeving, want ze zijn, de kennis is er. En denk je nou helemaal van... geen idee hoe ik wil daarmee starten, maar nu vind ik dat even lastig. Dan is wat ik vaak adviseer is de soep van de kleinste soepfabriek. Daar zit geen meuk in. Dat is ook een paar dagen getrokken, dus daar zit echt veel in. En er is ook iets nieuws op de markt, maar dat heb ik zelf nog niet geprobeerd. Dat heet oerbouillon. En dat, dus er zijn wel wat alternatieven, maar niet heel veel. Ja. Want eigenlijk het meeste wat je in de supermarkt kunt halen is eigenlijk niet zo heel handig. Nee, dus we moeten er gewoon zelf weer botten de soep van trekken. Ja, ja. En dat Goeie tip. Ja, wat je heel goed steunt. En dat is ook mooi om lekker warm te worden. Dan kan je ook makkelijk iedere dag op je menu zetten. Ja. Nou, helemaal goed. En want jij hebt zelf geen kinderen, Melanie, want omdat je dus vervroegd in de overgang kwam. Iemand die vertelde mij ook van echt geweldig magazine hebben jullie gemaakt. Maar wat ik mis is eigenlijk ook het afscheid nemen van je kinderwens. En ik wilde toch nog in die hoopvolle periode blijven van kijk wat er nog allemaal wel kan. Maar ja, tuurlijk kan het ook zijn dat het niet kan. Ja. Wil je misschien delen hoe jij daar in die tijd mee om bent gegaan? Ja, over mijn eigen verhaal. Ik had ook altijd wel een onderwerp van gesprek in mijn praktijk. Omdat... Je kan heel veel signalen op groen zetten door leefstijl aan te passen, door je voeding, je stressniveau. Maar in mijn optiek is er ook gewoon een stukje wat je niet kunt beheersen. En noem het, vanuit mijn boeddhistische kijk noem ik het Tao, anderen noemen het God, het andere noemen het lot uit de loterij, noem het. En mijn Tao was dus blijkbaar dat ik vervroegd in de overgang kwam. En wij hebben toen in ieder geval de keuze gemaakt om niet allerlei toeters en bellen toe te passen, maar zo gezond mogelijk te gaan leven en hopen dat
we een kindje konden krijgen. Ik heb mijn partner. Nee, project in geweest. En ik heb mijn partner op latere leeftijd ontmoet. En ja, dan weet je ook, ik was wel realistisch genoeg dat, ja, dat daarmee natuurlijk ook een stuk van de kansen al verminderd waren. Maar ik had zelf, ik herken als geen ander de pijn als, ja, als je het gevoel hebt van nou, iedereen in je omgeving krijgt kinderen, een gezin en waarom lukt het bij jou niet? Voor mijn recht, ja, eigenlijk bij mijn vriendinnen en mensen die heel dicht bij me staan, vond ik het altijd fantastisch. Ik ben ook gelukkig peettante van, ja, van een van de meisjes van een goede vriendin van mij. En, dus ik heb genoeg kinderen om me heen, heb ik altijd super van genoten. Maar ik merkte wel dat als de kring daarbuiten, bijvoorbeeld een collega dan met de baby kwam, een babyknuffel, of hoe noemden ze het, op het werk kwam, dat ik dan ook wel, ja, probeerde voor mezelf te kiezen en zeg van ja, van tevoren ook tegen die collega zei van, nou liever even niet, want ik vind dat moeilijk en ik vind dat lastig. En wat ik bij vroeg in de overgang, je wordt natuurlijk getorpedeerd in een fase waar je nog helemaal niet in zit. Je zit enerzijds met één been volledig in, nou ik word misschien wel moeder. En als alle, want op een gegeven moment ben ik natuurlijk wel naar de dokter geweest en allerlei bloeduitslagen gekregen. Nou, toen wist ik, en ik menstrueerde niet meer, dus dan, ja, precies. En dan is het heel definitief, en dan word je voor jouw gevoel in de fase getorpedeerd eind 30, die, ja, nog wel 15 jaar later had mogen intreden. En met name dat stuk, dat doet natuurlijk emotioneel wel wat, want je, ja, je kinderwens is gewoon ten einde. Je moet daar dan een nieuw, een nieuwe invulling invullen of aangeven. En daar gaat absoluut een periode van rouw aan. Dus ik heb heel erg ja, veel tijd voor mezelf genomen in die periode. Heel erg over nagedacht van ja, want er komen heel veel angsten op vaak naar voren. Kijk, het is natuurlijk ook een wens die je hebt. Maar je hebt het van, oh, ik ga er later voor me zorgen. Of oh, nu heb ik mijn kinderspeelgoed, ga ik opruimen en dat is voor niemand. Weet je, het is eigenlijk best wel gek als je, ja, als je, niet, als je geen kinderen hebt. En dat is toch nog wel zo'n pijnlijk punt, wat af en toe, ja, inderdaad, bijvoorbeeld met het opruimen van spullen, soms wel pijn doet. Ja. Maar het is belangrijk om te kijken van, ja, wat maakt jou als mens blij en kan je een andere invulling geven aan je leven? Ja, een nieuw doel inderdaad. Ja, dat zeiden we ook, dat het een kinderwens blijft en geen kinderdoel wordt. Dat je andere doelen in het leven hebt waar je voldoening uit kunt halen. En jij hield volgens mij van reizen, heb je verteld. Ja, ik hou van reizen. Dus ja, weet je, en zo is het ook. In mijn leven, ik vind het prachtig dat ik vrouwen kan helpen. En dat voelde ik. Ik ga heel graag om te reizen. Die ruimte heb ik ook, dus ik kijk nu ook vooral van ja, wat, ja, en misschien heb ik dat mijn hele leven wel gedaan, van nou, wat heb ik en dit is waar ik mee moet doen. En ik kan sommige dingen veranderen, maar ja, dit stuk kinderwens wordt het niet in dit leven, dus wat wordt het dan wel? En wat ik heel mooi vind is, ja, in oude samenlevingen waren de vrouwen, je had vrouwen die moederrol hadden, maar je had ook de vrouw of de vrouwen die zeg maar de rol van ja, wijze vrouw of medicijnvrouw hadden. En daar voel ik me heel lekker bij dat ik iets op mijn, ja, dat ik mijn leven in kan geven door andere vrouwen te helpen. En in die periode dat ik zeg maar een kinderwens had, heb ik ook acupunctuur gehad en ook leefstijl dus aangepast. En dan kan je wel zeggen van ja, het heeft me geen baby opgeleverd, maar het heeft me wel heel veel gezondheid en rust en andere dingen. Ja, want je had darmklachten, dus daar heb je wel verbeteringen van gemerkt. Ja, en ik denk ook dat als je gewoon wat meer senang bent in je eigen lijf, dat je dan als je een pets op je kop krijgt van het leven, dat kan het niet vervullen zijn van je kinderwens of in een menopauze schiet of andere dingen, dat je dat toch beter kan, ja, kan handelen. Ja, en dat neemt niet weg dat het inderdaad, helaas, kijk, ook niet iedereen die bij mij in de praktijk komt voor ondersteuning wordt zwanger. Gelukkig een groot gedeelte wel. En soms zie je ook fantastische wondertjes, wat je ook bij de andere therapeuten hoort, hè, die je van, of de, ja, die, waar je deze week een interview mee hebt.
Maar ja, de realiteit is wel dat er ook vrouwen zijn bij wie het helaas niet lukt. En dan zie je ja, rust in je hoofd, goed voor jezelf zorgen, toch kan sterken. Ja, nee, dat is super belangrijk. En je noemde net al de andere fertiliteitsprofessionals, waar ik inderdaad deze week elke dag met één of twee heb gesproken. En ja, dat is het mooie, dat je inderdaad een soort van, hé, hey, hoe kan dit? Medisch onverklaarbaar ook, dat ze in de medische wereld ook zeggen van, ja, dat is een wonder, maar dan kan het toch zijn dat de complementaire behandeling daar toch dat ene zetje heeft gezorgd. Of in ieder geval de balans heeft hersteld. Want ik geloof heel erg in het herstellen van de balans en dat de natuur altijd streeft naar balans. Net als wat Mirjam vanmorgen zei over de vier lichamen. Al die vier lichamen moeten in balans zijn. Dus ook je fysieke, emotionele, energetische lichaam. Dat ze allemaal goed met elkaar kunnen communiceren. Dat er geen radartje ontbreekt. Hè, zodat je vastloopt. En je lichaam is perfect in staat om weer naar die balans te streven. Maar soms heeft dat even dan een zetje nodig. Maar vooral denk ik ook van jouzelf. Hè, dus je mag zelf die input leveren. Dus niet al je hoop bij Melanie als acupunctuur of bij een fertiliteitsmassage of bij een fertiliteitsyoga. Je zal het toch zelf daar die shift ook moeten maken. Dus of openstaan daarvoor of in ieder geval die aanpassingen maken, want het is geen quick fix. Ja. Er is wel een hoop wat je kunt doen. Ja. En dat is ook mooi wat je zegt. Mooi is echt een ondersteuning. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Je ondersteunt niet alleen met de techniek die je hebt, maar je bent ook gewoon steun en toeverlaat voor vrouwen in een heel pittig traject. Ben je de eerste die hoort dat het... Ik had de eerste die hoort dat het niet is gelukt. Je bent ook vaak de eerste die een foto via de WhatsApp krijgt van wel een vruchtbaarheidstest. Dat is heel mooi. Je staat heel dicht. Daarna weer een miskraam, dat kan ook. Ja. In een hele kwetsbare periode kan je echt voor iemand zijn. En dat vind ik ook mooi, wat we eigenlijk met deze samenwerking doen. Wat jij met verschillende takken van sport laten zien. Neem dat heft zelf in handen. Kijk welke mogelijkheden er zijn om je te laten ondersteunen. En kies gewoon dat wat bij jou past. En waar je een goed gevoel bij hebt. En zoek daar de verschillende manieren van hulp bij. Ja, zorg dat het een leuk en luchtig traject blijft. Hè. Dat vind ik belangrijk. En ik denk dat jullie dat ook allemaal doen. Dat je geen zwaarte rondom zwanger worden hoeft te voelen. Hè. Want het is vaak als je in het ziekenhuis bent. Ja, dat is al een ziekenhuis. Dit is een medisch traject. Maar als je inderdaad een leuk, luchtig traject van kan maken. Want het zou de leukste gebeurtenis uit je leven moeten zijn. Hè, het moment dat je zwanger wordt. Dan zou je daar rondom toch wat meer vrolijkheid mogen ervaren. Absoluut. Nou, ik denk dat we gaan afronden. Want jij moest ook weer... volgens mij had je weer een nieuwe afspraak ook staan vandaag. Ja. En ik, als mensen jou willen vinden in het magazine, staan al jouw contactgegevens. Dus www.acupunctuurvoorvrouwen.com volgens mij. Hè? Klopt, ja. Ja, dus daar, dat is jouw website. Welke plaats zit je, Melanie? In Deventer. In Deventer. Dus daar kun je een afspraak maken als je zegt van, nou, ik wil inderdaad eens kijken hoe ik met acupunctuur mijn vruchtbaarheid kan verbeteren. Of onderliggende gezondheidsproblemen kan aanpakken. Die dan ook weer ervoor zorgen dat mijn vruchtbaarheid verbetert. Nou, ik wens je daarvoor heel veel dank dat je even de tijd hebt genomen. Deze drie keer scheepsrechts, zullen we zeggen. En, precies, nou super. Ja, en mensen, als je nog het magazine wil hebben, ja, dan kun je die gewoon downloaden. missnatural.nl/magazine. Wil je kans maken op het Welkom Baby Journal, dan doe even mee met het kinderwensonderzoek, missnatural.nl/kinderwens. En dan hebben we ook nog het 4-stappen herstelplan. Dus wil je nou weten, oké, wat zijn nou die stappen die je kan nemen zelf om die vruchtbaarheid te verbeteren, dan kun je dat ook terugvinden op de website van Miss Natural. Kun je ook gratis downloaden, een kleine brochure daarvoor. En mocht je nou persoonlijk advies willen van mij, dan kan dat met een adviesgesprek. En dat is ook via de website kom je daar ook. Alles is eigenlijk via missnatural.nl/kinderwens om het makkelijk te maken. Tot slot, wil je meer talkshows kijken? missnatural.nl/talkshows, daar is alles te vinden. En dan wens ik je een hele mooie dag. Het is nog de hele week de week van de vruchtbaarheid. Dus elke dag kun je
ons live zien. Morgen ga ik in gesprek met Vicky Peters. Zij heeft een heel handig doelboekje gemaakt hoe je nou kunt communiceren met gynaecologen. Want je zit daar vaak heel kort, heel snel ben je er in en uit. En dan denk je, ah, ik had dit nog willen vragen en dat. En oh, hoe zit dit? Dus zij heeft daar een boekje voor gemaakt wat je daarbij kan helpen. Dus dat lijkt me wel leuk. En ik ga ook nog met Lilian in gesprek over hoe je met je mindset dus ook kunt zorgen voor die kinderwens. Want Melanie, het is best wel gek, hè? Dan heb je de eerste vruchtbare fase in je leven, dan wil je niet zwanger worden. Want ja, dan ben je nog jong, dan ben je aan het studeren en dan wil je absoluut niet zwanger worden. En dan in één keer wel. Dus ja, dan moet je je gedachten ook weer even omdraaien. Dus daar ben ik benieuwd hoe zij daar naar kijkt. Goed, nou, dan gaan we nu echt afronden. Ik wens je een hele mooie dag. En dan zien we je misschien weer live ook. Dit was wel live, maar in het echt, hè? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Oké, tot ziens. Dag.